PvdA hebben een crisis nog niet kunnen afwenden. De hele dag al is er topoverleg om uit de impasse te komen. Verder in het nieuws vandaag. Centrum Roermond nog 2 dagen dicht. Een historische toenadering tussen Cuba en de VS. Goedenavond. Het kost VVD en PvdA veel moeite om de geest weer in de fles te krijgen. Sinds gisteren verkeert de coalitie in crisis. Nadat door toedoen van de PvdA een belangrijk zorgplan sneuvelde. Vandaag moeten de scherven worden gelijmd. De PvdA moet voor de oplossing zorgen, want 3 senatoren van die partij veroorzaakten de problemen gisteren. En daarom is de PvdA-top al de hele dag bij elkaar, onder hoogspanning. VVD-minister Schippers eist een oplossing die voor haar acceptabel is. Minister Schippers vertoont zich in de Tweede Kamer. Ze wil nog niet veel kwijt, maar de boodschap aan de coalitiepartner is duidelijk. Dat er een probleem is dat moet worden opgelost, dat is evident. En waar ligt de sleutel? De sleutel ligt momenteel bij de Partij van de Arbeid. Aan de oplossing wordt hier gewerkt, op de werkkamer van PvdA-minister Asscher. Als ik de oplossing al had, dan had ik het u al verteld. Dus daar zijn we nu mee aan het werk. Maar ik denk wel dat het lukt. In de loop van de middag sluit senator Lindhorst zich hier aan. Zij is een van de 3 tegenstemmers en moet akkoord gaan met een eventuele oplossing. En ook die andere senator laat haar gezicht zien, Guusje ter Horst. Maar zij is het er niet mee eens dat de oplossing van de PvdA moet komen. Nou, ik ga ervan uit dat we erover spreken om er samen uit te komen. Dat de inzet van beide kanten is. Dus mevrouw Schippers zou ook wat water bij de wijn moeten doen? Dat denk ik wel, want haar wetsvoorstel heeft het niet gehaald. Asscher pendelt steeds tussen de PvdA en het Binnenhof voor afstemming met de premier. Meneer Rutte, is uw kabinet in gevaar? Ik heb mij gisteravond al uitgelaten over de ontstaande situatie. En in het belang van het maximaliseren van een goede uitkomst laat ik het bij het commentaar van gisteravond. Gisteravond laat, na een nachtelijk overleg in het torentje, verklaarde hij dit. Het is ontzettend belangrijk dat afspraken die we politiek met elkaar maken ook worden nagekomen. Op dat punt is duidelijk vandaag iets heel erg misgegaan. Betrokkenen werken nu aan een oplossing en laat duidelijk zijn, het is ook van heel groot belang dat die oplossing er gaat komen. En minister Schippers gelooft vandaag aan het einde van de middag nog steeds in een oplossing. Zodra ik de moed opgeef, ga ik in mijn bed liggen. Oké? Ja, nou Rolf Vrezen in Den Haag. Jaron, het duurt nu allemaal al meer dan 24 uur. Wat is nu op dit moment het grootste probleem? Los van de inhoud, die ingewikkeld en technisch is, is het toch vooral een politiek probleem wat er nu op tafel ligt. Je moet je voorstellen, er is gisteren iets fundamenteels misgegaan in het vertrouwen tussen VVD en Partij van de Arbeid. En dat vertrouwen moet hersteld worden. Bij de VVD stellen ze zich hard op. Ze zeggen, de Partij van de Arbeid heeft het probleem veroorzaakt. Ze moeten daar ook maar met een oplossing komen. Ja, is die oplossing er? Dat is heel moeilijk op dit moment. Minister Schippers stelt zich heel klip en klaar op. Die zegt, ik had een plan, daar waren afspraken over. Dat wil ik dus handhaven. Want dat is belangrijk om de kosten in de gezondheidszorg verder te drukken. Dat zorgverzekeraars inderdaad meer te zeggen krijgen over waar jij en ik je laten behandelen. Omdat het daar beter en zeker ook goedkoper kan. Een verdere beperking van de vrije artsenkeuze dus. En Schippers eist van de 3 senatoren die gisteren dat plan getorpedeerd hebben, dat zij een eventuele oplossing die er komt, dat ze 100% zekerheid geven dat die dan wel door de Eerste Kamer komt als het zover is. Aan de andere kant zeggen de 3 senatoren, ja luister eens even, wij hebben gisteren niet voor niks tegen die wet gestemd. Dat was echt omdat we fundamentele bezwaren hadden. En we gaan niet zomaar ineens een dag later zeggen, nou doe toch maar wel. Nee, dus er is eigenlijk helemaal niets veranderd, nog steeds hard tegen hard. Ja, het gaat nog steeds hart tegen hart. Het is ook een prestigekwestie, een gezichtsverlies dat geen van beiden natuurlijk willen leiden. Maar toch, er zal iets moeten gebeuren. De Partij van de Arbeid zal moeten toegeven, want anders valt het kabinet. En de VVD zal ook moeten accepteren dat er gewoon een nieuwe politieke werkelijkheid is ontstaan. De VVD zal dat moeten doen, omdat gisteren in de Eerste Kamer die wet gesneuveld is. Er wordt al de hele dag gepraat. Wat gebeurt er vanavond nog in Den Haag om?
Nou, er is nog steeds druk overleg. De Partij van de Arbeid vergadert hier ergens anders nog steeds over een oplossing. Ze zijn optimistisch dat die er ook komt. Hier in het torentje hier achter mij is het nu nog rustig, maar dan gaat het straks druk worden. Want alle hoofdrolspelers zullen hier in de loop van de avond inderdaad arriveren om hier dan het finale overleg te gaan voeren. Zullen ook de oppositiepartijen die het kabinet vaak steunen nog aanschuiven. Dus het wordt nog een spannende avond en wellicht ook nacht. Dankjewel, Ron Vreese in Den Haag. En op onze website een uitgebreide uitleg over de kwestie van de vrije artsenkeuze. Van Den Haag naar Midden-Limburg dan, naar Roermond. Een groot deel van de binnenstad is afgesloten vanwege asbest. Gisteravond was er een brand in de jachthaven en de rook trok over het centrum van Roermond. Het opruimen duurt tot zaterdag. En tot die tijd moeten de winkels in de binnenstad dicht blijven. In twee loodsen in het havengebied, pal naast de binnenstad, woedt de brand tot vanochtend vroeg. In de loodsen liggen tientallen jachten die ook in vlammen opgaan. De asbest die vrijgekomen is, is er dus ja, door de stand van de wind net op het foute plek neergeslagen, namelijk op onze binnenstad. Vanochtend vroeg wordt de binnenstad afgesloten. Bezoekers mogen de stad wel in, maar niet met de auto. Ik vraag aan de agent of het mogelijk is om te lossen, want ik moet bij de V&D natuurlijk producten lossen. En ja, we komen het centrum helemaal niet in. Van binnenstadbewoners die de stad willen verlaten, worden fietsen en auto's door de brandweer schoongemaakt. Oh ja, dat is veel wat. Ik vind het mijn werk. Ik woon hier op de markt en ik wil nu graag weg eigenlijk. Die kant gaat niet, die kant wel. Zolang het een stukje reclame is, is het tot daar aan toe. Maar daar is ook medische post bij en dat is vooral van belang. De binnenstad verandert ondertussen in een spookstad. Is dit alles zo hier? Ganze dag? Ja goed. Ja, heb ik pech. Ja, oké. Okay. Ciao. We wonen hier op de Steenweg en ja, de hond moet er toch uit. De politie gebeld, die zeggen we wonen in het roze gebied. Maar ja, wat is roze gebied? Treinen rijden het station van Roermond tot morgen 12 uur voorbij. Op een speciale bijeenkomst voor de middenstand komt de mededeling dat de winkels tot zaterdagochtend dicht moeten. Het is echt drama, maar ja, ja, wat moet je? Je kunt ook niet open gaan. Inmiddels zijn ze begonnen met het opruimen van het asbest. En te beginnen bij het station. Ja, verslaggever Theo Verbrugge is in Roermond. Theo, het is nogal een maatregel, hè? Een hele binnenstad dagen op slot vanwege asbest. Is die vervuiling nou echt zo ernstig? Nou ja, volgens de autoriteit is er behoorlijk wat asbest vrijgekomen. Dat zat in de dakplaten van die twee loodsen. Nou, de wind heeft dat asbest dan verspreid over de binnenstad en de regen heeft gezorgd dat het naar beneden kwam. Is vast gaan plakken aan het wegdek. Nou, als dat straks droog wordt en je gaat er overheen rijden of je gaat er overheen lopen, dan verpulvert dat en dan verspreidt het zich nog verder. Nou, om elk risico te vermijden, zo zeggen ze, gaan we alles keurig volgens de regels opruimen. Ja, en dat kan dus nog dagen gaan duren. Veel overlast voor bewoners, veel overlast ook voor de middenstand. Is er begrip voor deze ingrijpende maatregelen in Roermond? Nou, niet altijd, Herman. Er is op dit moment een bewonersbijeenkomst, want ja, het asbest, je ruikt het niet, je ziet het niet. En ja, mensen vragen zich af. Er lopen allemaal mannen in witte pakken rond in de stad. Is het eigenlijk allemaal wel veilig? Nou ja, en ook voor de middenstand is het soms heel moeilijk te begrijpen. Het zijn de drukke dagen voor kerst en dan moeten ze 3 dagen hun zaak op slot doen. Dat gaat heel veel geld kosten. Ja, en wie gaat dat betalen? Dankjewel, Theo Verbrugge vanuit Roermond. Naar Pakistan dan. Het is de bloedigste aanslag ooit van de Pakistanse Taliban. Gisteren op een school in Peshawar. Pakistanse Taliban-strijders vermoorden zeker 132 kinderen en 9 leraren. Het land is in diepe rouw. Een dag na de aanval dringt pas echt door wat er zich in de school heeft afgespeeld. Hier in de centrale hal kwamen de zwaar bewapende Taliban-strijders als eerste binnen. Tientallen leerlingen waren op dat moment bezig met een examen. De aanvallers begonnen te schieten en trokken van klaslokaal naar klaslokaal. We heard that there was a teacher who tried to stop them from killing students, and that teacher was then burnt right on the stage. वहाँ पर एक changing room था, तो हम उधर छुप गए थे और मरने का नाटक कर रहे थे. वो समझे ये मर गए, मगर उन्हें दो बंदों पर शक था. दो बंदों पर शक था उसी time. Dit zouden de aanvallers zijn,
op foto's die vandaag werden vrijgegeven door de Pakistanse Taliban. Met de aanslag wilden ze wraak nemen op de acties van het Pakistanse leger tegen de Taliban in Noord-Waziristan. Maar de moord op onschuldige kinderen heeft in het hele land tot grote verontwaardiging geleid. We need people to come up and say against the Taliban. Say the word Taliban. Do not be shy to condemn those people. De Pakistanse premier heeft laten weten dat het Pakistanse leger doorvecht tot alle terroristen weg zijn. Vanwege het gruwelijke karakter van de aanval heeft de Pakistanse regering ook besloten dat de doodstraf weer kan worden uitgevoerd. Zojuist hebben een paar honderd mensen in het centrum van Groningen meegedaan aan een fakkeloptocht. Het is een demonstratie tegen het nieuwe gaswinningsbesluit van minister Kamp. De demonstranten zijn niet als enigen ontevreden. Ook de Groningse bestuurders waren vandaag erg kritisch over dat besluit. Kamp maakte gisteren bekend dat de gaskraan iets verder dicht gaat. Maar dat is voor veel Groningers niet genoeg. De commissaris van de Koning, de burgemeester van de stad en zijn collega van de door bevingen getroffen Loppersum. Ze zijn eensgezind. Minister Kamp neemt de problemen in Groningen niet serieus genoeg. Wij blijven gewoon hameren op het feit dat wij vinden dat die productie nog verder naar beneden moet. Hij is wel heel terughoudend in het onderkennen van het probleem. Bent u teleurgesteld? Absoluut, dat hebben we ook duidelijk gemaakt. Twee gezinnen kregen vandaag bezoek van de minister, buiten het zicht van de camera. Ook zij maken zich zorgen. Natuurlijk moet er iets gebeuren en het is goed dat ze nu gaan reduceren en dat ze gaan bijhouden wat dat voor gevolgen heeft. En ik hoop dat ze het zo bijhouden dat als het niet genoeg is, ja, dan zal die verder dicht moeten. De minister beloofde gisteren dat woningen snel beveiligd worden. Volgend jaar de eerste 3000. Kamp onderschat het probleem, zegt de commissaris van de Koning. Hij maakt het te klein. Dit is niet iets wat in individuele gevallen zomaar op te lossen is. Dit gaat om honderdduizenden woningen. Dit gaat over een omvang. De minister zei, stel eens dat het klopt. 3000, stel eens dat het lukt. Hoe lang ben je bezig om dan die 190.000 woningen aan te pakken? Dat is gewoon niet meer reëel tegenover de onzekerheid. Huizen repareren de gaskraan een stukje dicht. Volgens de minister doet hij alles wat hij kan. Wat is niet genoeg? Kijk, dat we de aardgaswinning twee keer terugdraaien, precies conform het advies van het staatstoezicht, dat is een heleboel. Het tweede terugdraaien wat we nu doen, dat leidt er al toe dat er in de begroting van volgend jaar, die heel snel gaat beginnen, er een groot gat geslagen wordt. Maar dat is waar het mij in essentie niet om gaat. Waar het mij in essentie om gaat is, we winnen hier aardgas. De mensen hebben te maken met aardbevingen. En het is mijn verantwoordelijkheid om dat zoveel mogelijk te voorkomen. En voor zover dat niet kan, om de schade zo goed mogelijk op te lossen. En daar ben ik mee bezig. Voor de Groninger Bodembeweging, de Belangenorganisatie van Bewoners, is het allemaal niet genoeg. Zij gaan naar de rechter om zo de gaskraan verder dicht te krijgen. Hulpverleners die zich hebben ingezet na de ramp met de MH17 hebben een herdenkingspenning gekregen. Die werd vanmiddag uitgereikt in Hoofddorp. Zo'n 800 medewerkers van Schiphol, KLM, Malaysia Airlines, de GGD en gemeenten werden bedankt met de penning, omdat zij klaar stonden voor de nabestaanden van de 298 slachtoffers. Gemeenten moeten uitgeprocedeerde asielzoekers bed, bad en brood geven. Nachtopvang, douche, ontbijt en avondeten. Dat is de consequentie van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in een zaak die asielzoekers uit Amsterdam hadden aangespannen. De uitspraak staat haaks op wat staatssecretaris Teven wil. Die vindt dat uitgeprocedeerde asielzoekers geen recht op opvang hebben. In het centrum van Rotterdam is de ME ingezet bij een demonstratie van een paar honderd havenmedewerkers. Die zijn boos omdat er mogelijk 500 tot 1000 banen verloren gaan door automatisering op de Tweede Maasvlakte. Toen de mannen het Luxor Theater wilden binnengaan omdat daar de werkgevers waren voor een havencongres, greep de ME in. Een historisch moment in de relatie tussen de aartsvijanden Cuba en de Verenigde Staten. De landen gaan toenadering zoeken. De doorbraak komt door een gevangenenruil. Cuba liet vandaag een spion en de Amerikaanse hulpverlener Alan Gross gaan. En de Amerikanen lieten drie Cubaanse spionnen vrij. Dat maakt het mogelijk dat beide landen die vlak bij elkaar liggen hun vijandschap gaan begraven. President Obama en de Cubaanse president Castro gaven tegelijkertijd een toespraak. Today, the United States of America is changing its relationship with the people of Cuba.
In the most significant changes in our policy in more than 50 years, we will end an outdated approach that for decades has failed to advance our interests, and instead, we will begin to normalize relations between our two countries. Los progresos alcanzados en los intercambios sostenidos demuestran que es posible encontrar solución a muchos problemas. Como hemos repetido, debemos aprender el arte de convivir de forma civilizada con nuestras diferencias. Ja, dat is groot nieuws, hè, Wouter Zwart in Washington. Maar wat gaat er nu praktisch veranderen? Het zijn geen halve maatregelen, hoor. Je moet denken aan het openen van ambassades over en weer. Het versoepelen van de reisrestricties naar Cuba. Ook het versoepelen van die vervloekte handelsrestricties met Cuba. Dat vindt het bedrijfsleven natuurlijk belangrijk. Ook gaat men waarschijnlijk weer het bankenverkeer tussen beide landen gaan herstellen. En dan krijg je dus waarschijnlijk de hele symbolische situatie, zou je kunnen zeggen, dat Amerikanen voor het eerst weer vrijwel vrij kunnen reizen naar Cuba. En dan voor het eerst in Cuba zelf kunnen gaan betalen met wat toch wel een beetje het symbool is voor dat vervloekte kapitalisme in het Westen, namelijk deze Amerikaanse creditcard. Dat straks misschien weer zal kunnen, dat is ongekend. Ja. Nou wordt het woord historisch heel vaak misbruikt, maar dat lijkt me nu wel op zijn plaats, hè? Absoluut. Dat de leider van Cuba, Raúl Castro, zegt over de Amerikaanse president, toch een beetje de kapitalistische duivel altijd geweest. President Obama die moet respect krijgen voor zijn handelen, zegt Raúl Castro. Nou, dat hadden we een paar jaar geleden nog niet kunnen denken. Een halve eeuw waren deze landen toch gezworen vijanden. Een soort overblijfsel van de Koude Oorlog. Kijk even naar een klein historisch overzichtje. Een eerste poging om van het communistische regime in Cuba af te komen is in 1961. De CIA organiseert dan een invasie in de Varkensbaai op Cuba. Maar die mislukt en alles blijft bij het oude. Castro knoopt nauwe banden aan met Sovjetleider Khrushchev. In ruil voor economische steun mogen de Sovjets op Cuba een raketbasis bouwen. De Amerikanen pikken dat niet en de dreigementen nemen toe. Even balanceert de wereld op het randje van een kernoorlog. En op het laatste moment, eind 1962, ziet Khrushchev er vanaf. Na deze Cuba-crisis stelt Amerika een blokkade in. Snel gaat het bergafwaarts met de economie, maar Castro wankelt niet. De oppositie wordt monddood gemaakt en duizenden Cubanen worden gevangen gezet en geëxecuteerd. In 2006 draagt de zieke Fidel Castro de macht over aan zijn broer Raúl. Die laat de teugels iets vieren en het klimaat voor mensenrechten en economie verbetert sindsdien langzaam aan. Ja, Wout, als je dit zo ziet, dan is het eigenlijk ongelooflijk. Als je zag hoe slecht die relatie was, hoe snel deze toenadering is gegaan. Hoe kon dit zo komen? Ja, je hoort het al een beetje aan het einde van het stukje. Het is langzaam gegaan. Het is al jaren in ontwikkeling. Cuba heeft al voorzichtig de deur naar commercie, naar kapitalisme opengezet. Al was het maar om economisch zelf te kunnen overleven. Hè. Dat communistisch experiment van de afgelopen 50 jaar is toch rampzalig verlopen. Recentelijk heeft de paus een hele belangrijke rol gespeeld. Die heeft veel invloed natuurlijk in Latijns-Amerika. En die heeft helpen mee onderhandelen. Nu moet ik ook wel zeggen dat dit niet betekent dat het nu allemaal ineens in kannen en kruiken is. Ook hier in Amerika aan het congres zijn er wel degelijk tegenstanders. Mensen die zeggen van je moet Cuba helemaal nog niet helpen zolang daar de mensenrechten nog steeds worden geschonden. Dus hoe snel dit nu allemaal van de grond komt, ja, dat moeten we gewoon gaan afwachten in de periode. Wouter Zwart in Washington, dankjewel. Terug naar eigen land dan. De eenzaamheid onder ouderen is een steeds groter probleem. En Rotterdam spant de kroon. Meer dan de helft van de 65-plussers in die stad zegt dat hij eenzaam is. En daar gaat Rotterdam nu wat aan doen. Inwoners boven de 75 krijgen elk jaar een bezoekje van de gemeente. En er komen meer activiteiten in de wijk. En een publiekscampagne om de ouderen uit hun isolement te halen. Meneer Hemelrijk komt nauwelijks meer buiten. Hij is slecht ter been en de buddy die met hem op pad ging is zelf ook ziek. Ik mis het vreselijk. En krijgt u ook vaak bezoek? Nee, niet van mijn kennissen. Hij is geen uitzondering. Dus geen netwerk, geen familie waar ze verder nog contact mee hebben. Of nog wel contact, maar alleen telefonisch. Waar eenzaamheid in het ergste geval toe kan leiden, werd vorig jaar pijnlijk duidelijk.
10 jaar lang ging er niemand door deze deur naar binnen. Tot november vorig jaar het lichaam van mevrouw De Bruin werd gevonden. Het schokte Nederland en in het bijzonder ook de gemeente Rotterdam. Want eenzaamheid onder ouderen is hier een groot probleem. In sommige wijken zegt 1 op de 3 ouderen dat ze niemand hebben om op terug te vallen. Omzien naar elkaar, dat moet weer normaal worden, zou je kunnen zeggen, eigenlijk in Rotterdam. Maar dat gaat niet vanzelf. En in sommige wijken gaat het al helemaal niet vanzelf. En daar zullen we een handje bij moeten helpen. Het Geheugenpaleis is een wekelijkse activiteit voor ouderen die het tempo van de stad moeilijk kunnen bijbenen. Ik ben alleen. Helemaal alleen. Alles is gestorven. En dat vind ik niet zo prettig. Je merkt pas dat je, als je alleen bent, dat je toch de gemeenschap onder elkaar, de gezelligheid, dat je dat toch gemist hebt in je leven. Je moet hoger gooien als je eigen leeftijd, hè? Ja, dat haal ik niet. Ja, haal je niet. Een spelletje, een praatje of een uitje. Kleine dingen die het isolement van veel ouderen kunnen doorbreken. We willen denk ik geen van allen dat je naast iemand woont en hoort dat die 3 maanden dood in huis ligt. Of weet dat iemand gevallen is en dat je iets had kunnen doen. Ik denk dat niemand dat zou willen. Staatssecretaris Van Rijn werkt aan landelijke maatregelen en volgt de ontwikkelingen in Rotterdam met belangstelling. De theaterbedrijven van Joop van den Ende en Albert Verlinde fuseren. Verlinde wordt het gezicht van het nieuwe bedrijf. Joop van den Ende bouwde de afgelopen jaren een grote onderneming met vestigingen in 8 Europese landen. Hij is nu 72 jaar en wil het rustiger aan gaan doen. Het zit al 2 jaar in de pen, maar de handtekeningen zijn gezet. De theaterbedrijven van Joop van den Ende en Albert Verlinde gaan samen. Van den Ende moet minder gaan werken en doet een stap terug. Omdat ik vind dat er, nu ik de opvolger gevonden heb, dan moet ik ook die stap maken. Moet ik niet in de weg staan. En mijn gezondheid geeft aan dat ik moet oppassen. Joop van den Ende koopt het Brabantse theaterbedrijf van Verlinde. Hij verwacht door de fusie een groter budget voor theaterproducties, maar zegt erbij dat waarschijnlijk niet al zijn personeel mee kan naar het nieuwe bedrijf. Het is wel een bijkomend gevolg. Als je ziet van ja, maar nu zitten er te veel mensen op die afdeling of te veel mensen op die afdeling, dan zul je ook als goed algemeen directeur en met je team daar over na moeten denken. De theaterman trekt zich na jaren dus helemaal terug van de werkvloer. En makkelijk was dat niet. Ik doe net of ik het een goede beslissing vind. Ja, het is niet makkelijk, maar ik denk dat ik het kan. Ja, zei Joop van den Ende. Goed naar het weer. Marco, ik heb begrepen dat het morgen gewoon warm wordt. Ja, warm is misschien niet helemaal de juiste term, want officieel moet het daarvoor 20 graden zijn. Nou, dat halen we niet. Maar dat het veel warmer is en zachter, moet ik dan eigenlijk zeggen, dan normaal voor de tijd van het jaar, dat staat buiten kijf. Normaal is het 1 graad of 6. En vandaag zaten we er al dik boven met op veel plaatsen 10 graden. Een grijze dag met van tijd tot tijd regen. En die regen en dat grijze weer houden we ook de komende 24 uur wel. We hadden te maken met veel bewolking in onze omgeving. De aanvoer kwam vanaf de Britse eilanden. En die wolken in de aanvoer zien we ook nog steeds liggen. En die zullen de komende 24 uur ook over gaan trekken. Met van tijd tot tijd wat regen of motregen. Niet alleen in onze omgeving, maar ook in Frankrijk, op de Britse eilanden. De neerslag komt ook tegen de Alpen aan. Daar valt op dit moment vanaf zo'n 1000 meter hoogte wat sneeuw. Maar die sneeuwgrens gaat de komende 24 uur daar flink omhoog. Ook daar wint de zachte lucht terrein. In het zuidoosten van Europa, in Griekenland, Turkije, de Balkan, Italië, Spanje en Portugal, dus eigenlijk het hele zuiden van Europa, is het redelijk rustig weer met flink wat zon. En in de rest van Europa dus volop wisselvalligheid. Ook vannacht is dat het geval, met temperaturen die nauwelijks omlaag gaan. Want de minima liggen zo tussen de 8 en 10 graden. In de loop van de nacht van het zuiden, zuidwesten uit, opnieuw wat actievere regen en motregen. Op dit moment is het op veel plaatsen nog wel droog. En de wind begint ook weer aan te trekken. Morgen overdag wordt die hard windkracht 7. Langs de kust in het binnenland vrij krachtig. Het blijft grijs, het blijft van tijd tot tijd nat. En 11 tot maar liefst 14 graden op de thermometer. Echt hoge temperaturen dus. En die hoge temperaturen hebben we ook vrijdag nog, met name in de ochtend. En dan regent het ook. In de middag klaart het van het noorden uit op. Wordt het droog, gaat de zon schijnen. Tegelijkertijd gaat de temperatuur ook omlaag. In het weekeinde 1 graad of 8 met een enkele bui. Maar ook weer ruimte voor wat zonneschijn.
En dit was het NOS Journaal van 8 uur met als belangrijkste nieuws. Opnieuw een dag van koortsachtig overleg in Den Haag. VVD en PvdA zoeken nog steeds een uitweg uit de zorgcrisis. En dat was het om 10 uur Nieuwsuur met daarin het laatste nieuws over de zorgcrisis. En een gesprek met Hans Wiegel en Felix Rottenberg op NPO 2. Fijne avond.